heel veel vertrouwen in deze stek. Omdat toch ja, van de grote kom is eigenlijk hier een beetje de bottleneck naar, naar het langere stuk van het kanaal. En ja, we zien wel. Ik heb er alleszins heel veel moed in. Ik zie het volledig zitten. En ja, als er iets te melden valt, dan komen jullie het zeker te weten. En dan zien jullie het wel verschijnen in een blog. Ik heb er alleszins veel zin in. Alles is nu, ik doe alles alleen nu. Er is niemand meer bij. Dus alles wat jullie zien, doe ik zelf. Het filmen, het vangen van de vis doe ik altijd zelf. Maar we zullen wel zien. Ik heb er alleszins veel vertrouwen in. Ja, tot later. Top. Goedemorgen. Bakje troost, want voor de tweede nacht op rij, niks. De tweede morgen en ja, helemaal niks. Je ziet ook geen teken van leven op het water. Er is eigenlijk niks te zien. Niks, helemaal niks. Dus het is gelijk de vissen die niet meer zijn. Maar dat kan niet, ze kunnen er niet af. Dus we gaan het nu nog een paar uur aanzien, de morgen afwachten. Maar ja, verkassen is prioriteit nummer 1 vandaag. Verkassen naar de overkant. En dan met één engel op de vertrouwde stekvissen waar ik in het verleden al voor heb gevangen. En dan met een andere engel richting sluis op. Dan moet ook dieper water, dus ik denk dat wel een optie is. Ik blijf nu nog even kijken naar het water. Of ik toch niks van leven zie. Maar als ik hier blijf zitten, ziet het er somber uit. Dus verkassen is sowieso aangewezen. Ik blijf proberen. Ik blijf niet bij de pakken zitten. Ik blijf het gewoon proberen. En nu ga ik ja, straks om een uur of 10, 11, 12 na de middag naar de overkant. Allee, ja, naar de overkant, naar daar. Naar die andere stek daar. Dan gaan we daar minimum 2 nachten proberen. En dan ja, ik hou jullie zeker op de hoogte wat het vervolg is van de sessie. Goedenavond. We zijn nog maar een keer verkast. Na 2 nachten op die stek niks gezien. Dus ja, dan maar weer verkassen, hè. Naar een ander stek. Eigenlijk is dit de stek waar het eigenlijk allemaal begon bij mij, op dit stuk. Ik heb hier vorig jaar voor het eerst gevist in de zomer. En ja, ik heb hier op 4 nachten toen 12 vissen gevangen. En dit is was toen een hele bangelijke stek, een hele goede stek. Ik heb hier nog een paar keren daarna ook gezeten en ook heel goed gevangen. Dus ik ga het nog een keer proberen, minstens voor 2 nachten. En dan ja, we zullen even de balans opmaken erachter. Maar eigenlijk is dit deze kant hier, deze kant, is eigenlijk een kant die eigenlijk de hele dag de zon krijgt. Dus ja, wie weet. Misschien meer geluk dan de voorbijgaande nachten. We zullen wel zien. En ik hou jullie op de hoogte zoals altijd. Voorlopig geen vis, maar ik amuseer me wel. Dat is ook vissen, hè? Planken. Moeite moeten doen voor de vissen. Het gaat niet altijd vanzelf. Dus ik hou jullie op de hoogte. Top. Zoals ik al zei, ging ik melden als er vis was. En deze nacht was het zover. Na alle moeite die ik gedaan heb, heb ik de friendly common gevangen. Een vis die Erik al 3 keer gevangen heeft en die ik ondertussen ook 2 keer gevangen heb. Ja, op 16-4 nu. Ik had hem vorig jaar op 18 in de zomer. En de vis is een oude vis, dus
Ik denk dat hij op zijn retour is. Maar niettemin, een leuke vangst. Na alle kommer en kwel, na het verkassen, heeft het me toch een vis opgeleverd. Dus bij deze laat ik hem nu zien. Beeldkwaliteit kan waarschijnlijk iets minder zijn. Misschien niet scherp genoeg. Ik hoop van wel, maar stel er niet te veel van voor. Het is de eerste keer dat ik vissen fotografeer zelf en film. Dus sorry als het op niks trekt. En ik hoop dat het dan de volgende keer beter zal zijn. Of met mijn volgende vis. Goedemiddag. Dag 6. Net de zesde nacht achter de rug. Weer een vis gevangen op een shot. Om de hoek hier. Rechter hengel. Linker hengel, niks gezien. Dus komende nacht, zevende nacht, ga ik sowieso ook een shot monteren. Allebei op de shot. Dat is niet van mijn gewoonte, maar ja, ik vang mijn vissen nu op de shot, dus moet ik ook maar 100% ervoor gaan. Ik heb van alles geprobeerd deze week, niks werkt. Het enige dat werkt is de shot. Ik heb hier wat verder, rechts van mij, nog een heel interessant hoekje gevonden eigenlijk. Een hoekje. Een diep kuiltje in het kanaal, in de kant. Daar heb ik de eerste avond bollen gestrooid en wat kruim zo. En dat was weg. De eerste morgen was al de laas weg. En dat heb ik gisteren opnieuw gedaan. En dat was vanmorgen weer weg, dus het aas wordt daar opgegeten door vis. Karper, dat weet ik niet, maar dat denk ik wel. Dus we gaan er van de nacht ook een stok leggen. Deze avond eigenlijk al. Zo was Sneaky achter de hoek. Maar ik moet iets proberen. Ik kan nog wel een paar vissen vangen voor ik naar huis ga. Geen stok, geen engel, die gaan nog wel lekker aflopen volgens mij. Die heeft nu al twee nachten op rij vis opgeleverd. Dus ik veronderstel dat hij van de nacht wel weer vis op zal leveren. Maar die tweede engel die ik er nog bij gesprek heb wonen, dus die gaan we ook nog dan gaan we ook proberen nog een vis op te vangen. Goedenavond. Zoals ik te straks zei, dat ik mijn linkerengel op een nieuw stekje ging leggen dat ik al twee dagen had gevoerd. Ik ga dat niet doen. Ik ga nog een extra avond, nacht, de voer opgooien en morgen vroeg kijken of het weer allemaal weg is. En als het morgen vroeg allemaal weer weg is, dan ga ik er de laatste nacht op vissen. De ultieme poging om misschien die grote schub te vangen die hier rondzwemt. Het zou bangelijk zijn, moest ik die kunnen vangen. Maar ja, zo niet, dan is het ook zo. We gaan het alleszins proberen. Maar deze nacht ga ik het nog niet doen. Ik heb nu de linkerengel
aan de overkant gelegd. Ik heb dat nog niet gevist van de week. In de eigen kant is het eigenlijk niks. Al een paar nachten niet. Niks eigenlijk. Ik heb eigenlijk op die linkse stok nog niks gezien. Dus zevende nacht, een nachtje aan de overkant. Ook met een shot. Ik heb ze nu alle twee met een shot liggen. Wat ik gedaan heb met deze engel, met de linker engel, ik heb mijn eigen variatie op de shot gemaakt. De multi-shot, zoals ik ze noem. Eigenlijk een combinatie van multirig en shot in één gecombineerd. Ik leg dat later nog wel een keer uit, als ik wat meer tijd heb en wat meer in detail, als ik er wat meer mee gevist heb en het scoort echt, dan misschien is dat wel iets voor jullie eigen visserij of zo. Maar ik heb nu, ja, ik ga het proberen en we zien wel. Maar voorlopig houden we het hierbij en misschien van de nacht. Misschien van de nacht. Goedemiddag. Ja, het is klaarlichte dag. En we hebben nog maar een keer een mooie vis te laten zien. Deze heb ik ook al een derde keer gevangen in 2 jaar tijd. Nemo, dat is een kleine vinnetjes. Weer op de shot natuurlijk. Een shot hier gewoon in de midden. Homemade Clockwork Orange, de gele. Heel blij mee, ik ben weer sprakeloos natuurlijk. Maar ik kon hem terugzetten en wie weet, vangen we nog een paar. Goedemiddag. Het is vrijdag, de laatste dag eigenlijk, want morgen rond de middag ben ik weg. Dus nog 1 nacht voor de boeg. Ik had er net nog een hele mooie spiegel. Die krijgen jullie waarschijnlijk subiet wel te zien of is al gepasseerd. Maar ja, ik heb alles geprobeerd. Tegen de obstakels vissen, open water in de kant, verschillende rigs geprobeerd en op een of andere manier is die shot die vertrekt altijd. Ik gooi hem nu gewoon in het midden en hij vertrok weer. Dus de linker engel die gaat nu ook gewoon zo gevist worden voor de laatste nacht. Wie weet. Komt er nog meer uit? We zullen wel zien. Maar al bij al, wat tegenslag, heb ik toch het gevoel dat ik goed heb gevist. Het is niet altijd simpel geweest. Ik heb ook de indruk dat de vis niet echt los is. Ik weet ook niet waar het uithangt, eigenlijk de vis. Zwemmen ze nog rond, anders ergens. Ik zou het totaal niet weten. Normaal gezien heb ik een vrij goede voeling met dit water, maar op een of andere manier is het niet meer hetzelfde. Het weer is ook wel omgeslagen, zoals je misschien kunt horen. Is het aan het regenen. Dus een druk daling in de atmosfeer. Dus dat kan misschien ook wel. Kan er misschien ook wel iets aan doen dat de vis op een of andere manier toch nog wat losser komt en we duimen, we finger crossen, fingers crossed. Zoals je kunt horen is het nog altijd aan het regenen. Het is minder dan van de nacht, maar het is al niet te min. Is het nat. We hebben deze nacht nog een mooie vis gevangen van 14 kilo. Jammer genoeg staat hij niet op de film. Ik weet niet wat ik misdaan heb, maar ja, dat zelf filmen en foto's trekken, dat is nog in een leerfase bij mij. Ik moet nog veel leren, maar ja, aldoende leerpunten zeggen ze altijd, dus dat komt wel goed binnenkort, volgend jaar, whatever. Maar
We gaan dat blijven doen, we gaan dat blijven proberen. Ik heb enkele mooie foto's getrokken van de vis, dus ik weet niet of we die op een of andere manier erin krijgen en anders zien jullie die wel op Facebook verschijnen. Maar even recapituleren, ik ben vorige week vrijdag 7 november gestart met de sessie. Direct twee vissen gevangen, ene kwijt. En dan ging het een beetje bergaf. En op die ene stek heb ik niks gevangen. En dan ben ik na twee nachten op die andere stek verkast naar hier. En hier heb ik dan ook nog vier nachten gevist. En hier heb ik eigenlijk vier vissen gevangen op vier nachten tijd. Dus al bij al redelijk mijn sessie is gesaved eigenlijk. En ja, ze liggen nog altijd in de hengels, dus ik kan nog altijd vertrekken. Het is, ik denk, wat is het? Het is 11 uur nu. Ik denk dat Erik nu thuis vertrekt in Nederland, dus binnen 2 uur is die hier om mij op te pikken. En dan gaan we samen na de middag met de vrouwen de stad in Antwerpen. Iets lekker gaan eten en zo. Ja, ik ga binnen een dik uur ga ik opruimen, inpakken, in de regen als het moet, maar ja, we hebben het gehad, het is mooi geweest en we hebben niet geplankt, dat is het voornaamste. Ik heb ervoor moeten werken voor mijn vissen, maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen en ik heb een paar heel mooie vissen gevangen, dus ik ben heel blij. De sessie is bijna ten einde, dus ik hoop dat jullie de blog leuk vinden om naar te kijken. En ja, tot de volgende, zou ik zeggen. Ik ga nu inpakken. En ja. Top.